Ja, het is wel heel moeilijk om dan op terug te komen in de wedstrijd, ja. Al waren er toch wel wat fases waar je mogelijkheden hebt gehad. Mogelijkheden, grote kansen wil ik het niet eens echt noemen. Maar dat er in ieder geval wat agressie, wat opportunisme in het spel zat. Waar je terug in de wedstrijd had kunnen komen. Ja, ik vond de eerste helft ons niet opportunistisch spelen. Ik vond ons de eerste helft eigenlijk, ja, we behouden het feit dat we weer, het wordt een beetje een vervelend verhaal, maar weer twee grote fouten maken. Of tenminste, twee keer niet goed genoeg verdedigen, laat ik het zo maar zeggen. Waardoor je de wedstrijd eigenlijk alweer vroegtijdig weggeeft. Maar we hebben de eerste helft verder niet verkeerd gespeeld, denk ik. Aan de bal hebben we best goede fases gehad. En het was niet opportunistisch, maar toch met mensen tussen de linie steeds vrij krijgen. En zo proberen door te voetballen. Alleen echt in de 16 van Katwijk komen we eigenlijk zelden of nooit door. Maar de eerste helft heeft Katwijk eigenlijk ook niks meer gecreëerd. Maar ja, 2-0, dus die hoeven ook niet echt. Tweede helft ben ik wel met je eens. De tweede helft was van onze kant wel opportunistischer. Is er ook hoop strijd geleverd door de jongens. Wederom niet veel kansen gecreëerd. En ja, Katwijk, dat zit gewoon goed in elkaar. Die weten de goede momenten te kiezen om te pressen, ons onder druk te zetten. En die hadden ook een paar keer eerder nog de trekker over kunnen halen. Dus tweede helft vond ik... Ja, relatief kansloos, ondanks dat het optisch redelijk gelijkwaardig was. Maar zijn we niet echt dichter bij een resultaat gekomen. Nee, zij houden je eigenlijk in leven. Want eigenlijk na 2 minuten na rust, schot van de lat, ja, dat het er eigenlijk al gelijk gedaan kunnen zijn. Ja, maar dat is een afstandsschot van 25 meter. Die mag er niet. Vrije kopbalmengering, zo kan ik nog wel 3-4 kansen noemen hoor. Ja, maar dat zei ik ook, dat ze later de trekker over hadden kunnen halen. Maar ik vond die 2 minuten na rust, ja, een afstandsschot van 25 meter vind ik geen kans. Die mag er nooit in. Het lijkt natuurlijk heel wat als hij op de lat komt, maar feitelijk kan hij er niet in. Maar daarna zeker, dat is waar wat je zegt. Hadden ze een paar keer de trekker over kunnen halen en dan was het eerder klaar geweest, ja. Weer blij dat het eerste seizoen zelf erop zit? Nou ja, als je bedoelt te vragen of ik toe ben aan winterstop, dan zeker ja. Maar ja, goed, je zit natuurlijk in een situatie dat je... Ja, dat er hier wel wat moet gebeuren om met een representatieve selectie aan een tweede competitiehelft te kunnen beginnen. Gaat het gebeuren? Daar zijn we achter de schermen wel mee bezig, ja. Ja. Want jij denkt ook, het bestuur heeft aangegeven dat ze niemand willen laten gaan. Denk je ook echt dat iedereen blijft dat hier, als jij in januari de training hervat, dat dezelfde ploeg er nog steeds staat? Ja, daar durf ik geen vergif op in te nemen. Ik weet niet, op het hoogste niveau kan je dat al niet zeggen, laat staan hier. Dus kijk, in eerste instantie moeten wij ons nu op richten om op een aantal plekken ons te versterken. En daar zijn mogelijkheden voor, dus daar zijn we mee bezig. Dat is jou toegezegd? Dat is toegezegd, ja. Ja, dat betekent dus ook dat jij voor 100% kunt zeggen dat jij na de winterstop ook gewoon nog staat? Als wij dat vorm kunnen geven, wel ja. Ik heb hier gewoon een contract bij de club. En als er een selectie staat waarmee we kunnen werken, ja, dan heb ik al eerder gezegd, zie ik geen reden om vroegtijdig te vertrekken. En als we dat nou niet in kunnen vullen, als het onverhoopt toch niet mocht lukken? Ja, dan moet de situatie opnieuw bekijken. Maar dan zou het ook zomaar kunnen zijn dat jij denkt van ja, hier valt geen eer meer te halen. Nou, dan moet het vreemd lopen. Kijk, nogmaals, ik zei al, de intentie is en de mogelijkheden zijn er om ons te versterken. Dus dan kan ik nu niet praten over stel dat dat niet lukt of we hebben straks nog 12 man. Want zo werkt het ook natuurlijk niet helemaal. Het zijn toch jongens gewoon die een contract hier hebben. Ja, maar ik kan me ook zeggen dat het ergens in je achterhoofd wel meespeelt. Nee, ik ben me nu volledig aan het focussen om die selectie te versterken. In eerste instantie zal het een keeper zijn, want ook Stan Bel heeft aangegeven dat hij stopt, dat dit zijn laatste wedstrijd was vandaag. Dus je hebt echt keepers nodig. Ja, dat is wel een vereiste, ja. Anders wordt het een veldspeler op goal. De hoop is er nog, hè, op een goed einde. Ja, kijk, we hebben nog twee ploegen onder ons, als ik me niet vergis. Dat is één. We hebben volgens mij ook nog kans om aansluiting te vinden met ploegen die net boven ons staan. Dus in die zin is het verre van kansloos. Alleen als je... Ja, wat is het? Anderhalve maand geleden bij Rijnsburg wint en naar boven aan het kijken bent. En we allerlei ambitieuze ideeën hebben voor de rest van het seizoen. En je staat anderhalve maand later hier zo op deze manier. Ja, dan is dat natuurlijk uiterst teleurstellend. Maar goed, dat is geweest. En de spelers hebben vandaag, vind ik, een signaal afgegeven dat ze mentaal op orde aan het komen zijn, zal ik maar zeggen. Ze hebben volle 90 minuten strijd geleverd. Ja, en dat is ook een signaal naar spelers die hier eventueel naartoe willen komen. Dat we wat dat betreft nog springlevend zijn. Fijne feestdagen. Dankjewel, jij ook. Dankjewel, Jochem.